De kerstlampjes staan aan, de open haard brandt. Ondanks de gedeeltelijke lockdown staan de medewerkers van het restaurant Herenhuis 23 in Gelderop niet stil. De horecazaak heeft namelijk een kerstmarkt geopend. En dat valt bij de bewoners van het dorp wel in de smaak. Ja, in deze tijd is het een slim plan, vind ik. Ja, je moet toch een beetje iets gaan organiseren, hè? Want is dit natuurlijk wel heel leuk. Ik denk dat het ook belangrijk is om als horecaondernemer te kijken wat je nu kan bieden aan de mensen. En een beetje gezelligheid, een leuk muziekje en kacheltjes in onze kerstmarkt is toch wel iets kleins wat je kan bieden nu aan de mensen. En dat nemen zij heel serieus. Met het motto hashtag wat kunnen we wel zijn ze aan de slag gegaan. Zo verkopen zij ook kleding met hun logo erop en organiseren ze onder andere bierproeverijen, huiskamerquizzen en hebben ze ook nog eens een bijzonder rad. Mensen kunnen voor 5 euro een Rad van Fortuin kopen eigenlijk. Dus Rad van Fortuin. En dan gaan wij draaien naar hoeveel ze betaald hebben. Dus als ze 5 euro betalen, 1 keer draaien, 10 euro 2 keer draaien. En dan komt hij dus ergens op uit en waar hij op uitkomt, dat winnen ze dan. Dus je kunt leuke prijzen winnen, bijvoorbeeld een pantosti of een broodje. Maar je kunt ook een hardgekookte ei of een wc-rol winnen. Oké, stel iemand wint 2 pinda's. Gaan wij voor 2 pinda's op en neer. Of ze komen het afhalen. Ik denk dat het bijzonder is omdat je ziet dat we als horecazaak meteen schakelen. Bij ons branden de lampen ook 's avonds, omdat in Brabant altijd licht brandt. We hebben heel het pand verlicht. En ja, ik denk gewoon dat het speciaal is dat wij allemaal als team onze schouders eronder zetten en er toch een goede tijd van te maken, ondanks dat we niet de deuren open hebben. Zolang de deuren nog gesloten moeten blijven, zullen de medewerkers nieuwe ideeën blijven bedenken. Maar ook als de horeca straks wel open gaat, blijft de kerstmarkt in ieder geval nog wel bestaan.